645.000 euro subsidie van het Rijk. Dat is wat Eindhoven krijgt om mee te doen aan een proef om de overlast van coffeeshops te verminderen. Transparantie en regulering zijn de sleutelwoorden van de 2-jarige pilot die burgemeester Rob van Gijzel heeft aangevraagd. Door invoering van een pasjesysteem en lidmaatschap kunnen alleen meerderjarige inwoners van Nederland bij coffeeshops kopen. Ook moeten coffeeshops op termijn zelf de wiet telen voor hun klanten, waardoor zij in hun eigen productie voorzien en toeleveranciers, waar met name de criminaliteit plaatsvindt, buitenspel worden gezet. Nou, het kabinet heeft gezegd dat ze wil naar een systeem waarin coffeeshops een club wordt. Dus dat is een besloten club, toegankelijk voor Nederlanders, meerderjarige Nederlanders, met een pasje. Dus het kabinet komt daar al mee met dat soort voorstellen op relatief korte termijn. Nou, als je dat weet, dan geeft dat dus de mogelijkheid om te zeggen, nou, dan is het een besloten club. En dan kun je natuurlijk ook zeggen, ja, maar dan mag je, als het echt zo besloten is, mag je daar die 5 plantjes die oogluikend worden toegelaten voor eigen gebruik, hè, die je mag kweken voor eigen gebruik, kun je daar ook met elkaar kweken. En dan is een systeem te bedenken waarbij je dus de kweek reguleert, zonder dat je het voor iedereen vrijgeeft, zonder dat het strafrechtelijk vervolgd hoeft te worden. En tegelijkertijd heb je dan definitief een kap gemaakt met de criminaliteit die daar de grootste winsten vandaan haalt. Lees donderdag meer in het ED.